Ik zit hier met Garjanne van Gink en Aina Sjernen, twee van de ontwerpers uit het Leven met Corona Apps project. Misschien kunnen jullie jezelf kort even voorstellen. Ja, ik ben Garjanne van Gink. Ik ben productvormgever. Ik heb een ontwerpstudio waarin ik me richt op het ontwerpen met de zorg. Kun je denken aan boodschappenroutes voor mensen met dementie. Of een spiegel die mensen met Alzheimer helpt bij handelingen in de badkamer. En vorig jaar kwam dit project voorbij, het Leven met Corona Apps. En toen was het natuurlijk net de lockdown. Iedereen had overal meningen over. En sommige mensen waren heel streng, sommige mensen niet. En de corona melder app zou ontwikkeld worden. En dat was natuurlijk, sprak me persoonlijk aan. Maar ook omdat het een sociaal-maatschappelijk thema is, dacht ik, ja, hier wil ik heel graag aan meedoen. En ik denk dat ik hier wel iets aan toe kan voegen. Nou ja, ik ben Aina Seerde en ik werk vanuit Studio Aina. En ik ben visueel sociaal ontwerper. Hou me ook bezig met maatschappelijke sociale vraagstukken. En ik help eigenlijk mensen hun verhaal te vertellen. En dat combineer ik vaak met interventies, met sociale interventies in publieke ruimtes. Interventies zoals deze? Zoals deze zou er eentje kunnen zijn. Ja. Maar eigenlijk, ja, toen corona eigenlijk uitbrak, toen vielen natuurlijk heel veel publieke interventies weg, sociale interventies. Dus ja. Dit was eigenlijk mooi onderwerp om mee bezig te houden. En sowieso eigenlijk ook wel vaak, omdat het digitale in mijn werk is wel vaak vindbaar ook. Dus ik ben wel veel daarmee bezig. Mm-hmm. Ja. En jullie ontwerp heette de COVID Pack. De COVID Pack is hier live aanwezig, maar misschien is het goed om eerst even te kijken wat de COVID Pack precies is en daar hebben we een korte video van. Het ministerie van Volksgezondheid presenteert de COVID Pack, ook voor mensen zonder telefoon. Tot welke risicogroep behoor je? Als je gezond bent krijg je een geel touw, je touw is rood als je kwetsbaar bent. Heb je een vitaal beroep, dan is je touw groen. Wees de eerste op een virusvrije plek. Of weet waar je risico kan lopen. Bedenk wat echt belangrijk is om naartoe te gaan. Anders kom je misschien niet meer thuis. Ben je je baan verloren tijdens deze crisis? Dan krijg je nu de Hackpack. Met een schaar, verf en extra stokjes om samen alle touw op te ruimen aan het einde van de dag. Help je medemens. Alleen samen krijgen wij corona onder controle. Techjournalist Wouter van Noort schreef in het NRC dat de ontwerpen zoals bijvoorbeeld de COVID-pack de huidige maatregelen die er nu zijn tot in het absurde doortrekken. Maar dat het misschien niet zo absurd is als dat het lijkt, onze ontwerpen. Dus toen dacht ik, hé, dat vind ik een interessante vraag. Dus hoe kijken jullie daarnaar? Hoe absurd is de COVID-pack? Hoe zien jullie dat? Je kan de COVID-pack met alles eigenlijk vervangen. Dus het legt gewoon heel veel verschillende problemen bloot. Dus daarom is het totaal niet absurd, omdat dit gewoon nu eigenlijk speelt. En met de ontwikkelingen van nu het nog veel erger gaat worden. Of we ergens naar binnen mogen, ja of nee. Of dat waar we wel en waar we niet mogen lopen of komen. Ja, dus natuurlijk is het absurd. Maar het is wel wat er in verborgen lijnen nu wel zich afspeelt. Dus dat technologie ook in een niet-digitale vorm, in zijn analoge vorm, nog steeds helemaal hetzelfde effect en gedachtegang, dat die daar dus achter zit. Ja, de COVID-pack is natuurlijk ook een analoge oplossing. En ik denk dat dat nog steeds heel relevant is, want je ziet nu overal QR-codes opduiken. Als je naar een terrasje gaat en je hebt geen smartphone of je bent hem vergeten of hij is leeg, dan moet je gaan vragen van, kan ik misschien bestellen?
Maar ook als je ergens naar binnen gaat. Mm-hmm. En wat je natuurlijk zegt over die analoge... dat de COVID-pack is een analoge variant eigenlijk van de app. Wat ik heel interessant vond, is ik kwam op LinkedIn een post tegen van iemand. En die had het ook over een analoge oplossing voor de testsamenleving. En toen dacht ik ook van, hey, misschien, dit ziet er absurd uit. Het klinkt absurd, maar misschien is het minder absurd dan we denken. Want nou ja, hij zei eigenlijk, ik heb een alternatief voor de testsamenleving. En dat is een analoge app en dat heet Verantwoordelijkheid. Kosten zijn gratis. En waarom? Omdat we, als er straks meer mensen gevaccineerd zijn, dan kunnen we wat meer doen. En dan heb je eigenlijk die tussenfase van die testsamenleving die heel veel geld kost. Die heb je dan niet nodig. Dan moet je gewoon even dus wachten totdat we op dat punt zijn. Ja, wat ik dacht aan de hand van die post over de gratis oplossing, dat het wel ingewikkeld is. Want wat is dan verantwoordelijkheid? Mm-hmm. We hadden het er net over dat ik laatst ergens liep buiten. Mensen passeerden mij en mijn partner en kind. Dat er uiteindelijk gingen zij voorbij en zij zeiden van ja, jullie moeten wel achter elkaar lopen. Want ik dacht, oh ja, sorry, we lopen buiten. Mm. Ik had het eigenlijk even niet in de gaten dat jullie van de andere kant kwamen. Ja. En zij vonden ons heel erg, volgens mij heel erg onverantwoord. Ja. Terwijl ik zelf helemaal niet in de gaten had dat ik iets deed wat misschien onverantwoord was. Ja, dat is nou een goede vraag. Maar wat is dan verantwoordelijkheid? En dat is ook wel ingewikkeld. Maar als het bijvoorbeeld gaat, er is nu ook, hè, jullie kijken vanuit de COVID-pack ook naar hoe ontstaan er nieuwe sociale structuren en polarisering door corona-apps. En je ziet nu we meer open gaan, dat ook kleine musea die voorheen geen besmettingen hadden, waar je voldoende afstand kan houden en waar maar weinig mensen in kunnen, dat die nu zeggen van ja, de testwet is voor ons eigenlijk de nekslag, want wij kunnen dat niet regelen. En als je gewoon, ja, verantwoordelijk gedrag is dan gewoon niet te veel mensen in zo'n museum binnen laten en afstand houden, bijvoorbeeld. Ja. Moeten we ineens zelf bedenken wat we verantwoordelijk vinden. Ja, en ik las vanmorgen een artikel in de Volkskrant over de scholen die dan weer open gaan. En dat er bijvoorbeeld een student was die met de examens positief was getest. En uiteindelijk toch naar school is gegaan, omdat diegene anders misschien dus na de examens of zijn examens dus niet haalt. Of, dus het is ook een soort van, ja, je kan dan de verantwoordelijkheid bij iemand leggen. Mm-hmm. Iemand die zou misschien... Dus eerder kiezen om dan dus wel naar school te gaan, want anders dan mis je dus dat. Ja. Dus het is ook wel ergens een... ik ben heel erg voor zelf de verantwoordelijkheid nemen en logisch nadenken. Mm-hmm. Maar bij dat soort situaties, dan zie je ook wel weer dat mensen dus anders kiezen. Ja. Omdat er misschien andere risico's aan vastzitten, wat ook logisch is. Ja, mensen maken uiteindelijk toch hun eigen afwegingen daarin. Ja. Hey, en als je bijvoorbeeld kijkt naar nieuwe sociale structuren, polarisering. We hadden het net al even, of ik stipte net al even aan, en die musea. En er is nu ook veel te doen over dat de testwet bepaalde commerciële industrieën zou voorttrekken. Dus bijvoorbeeld de voetbalwedstrijden of de grote festivals, die mogen dan wel, zijn dan wel geschikt voor een field lab. Ja. Een van de dingen die ik best wel schrijnend vind, was dat mensen op een gegeven moment wel weer naar winkels mochten, maar dat verloskundigen niet mee konden naar het ziekenhuis. Dat ik denk, ja, dat is dan toch wel... je kan wel naar de IKEA, zeg maar. Ja, naar jou, ja. Je kan niet iemand bij een van je grootste gebeurtenissen in je leven hebben die jou juist emotioneel goed kan ondersteunen. Ja, dat is wel heel bizar, ja. Maar als je kijkt naar die sociale structuren en die polarisering, zijn er ook nog andere voorbeelden daarvan? Of... Ja, wat ik ook nog, toen ik jouw mail las en het artikel las over hoe ook kantoren en zo hun personeel wil controleren, ook op die 1,5 meter... Moest ik ook heel erg nadenken over dat het dan heel erg aangeeft
Dat je dan dus thuis al kan kijken van oké, hoeveel mensen zijn er op het kantoor? Ja. En kan ik daar nog heen of zijn er nog plekken voor beschikbaar? Dat deed me ook heel erg denken aan als je op vakantie bent en dat mensen dan zo 's ochtends vroeg uit bed gaan om dan zo hun handdoek neer te leggen bij het zwembad, weet je, als dan dit is voor mij. Maar daarin ook de sociale structuren die daarin veranderen, want in ieder geval, ja, ik zie dat zelf ook best wel, is dat gewoon dezelfde mensen altijd naar het kantoor gaan en die hebben een soort van andere band met elkaar dan wanneer jij dus thuis van achter je computer zit te werken. Ja, ja. Ja, die manier van samenwerking en dat je van tevoren dan alles moet reserveren. En, ja, en misschien heb je wel gewoon hele verlegen mensen die het heel moeilijk vinden bijvoorbeeld om naar het kantoor te gaan. Ja. Ik ken ook wel mensen die het echt wel soort van heftig vinden wat er ook weer nu gebeurt. Dat je dan weer nieuwe dingen kan doen of dat je weer naar buiten mag en zo. En dat je daardoor ook misschien minder snel naar het kantoor durft of wil. Of, Ik denk dat er sowieso... je hebt verschillende mensen, dat je een groep mensen hebt die zichzelf die vrijheid heel makkelijk toe-eigenen. Ja. En een groep mensen die dat eigenlijk helemaal niet doen. Die zich misschien ook heel verantwoordelijk voelen voor de hele samenleving. Ja. Ja. In een eerder interview over de COVID-pack vertelden jullie ook dat jullie wel benieuwd waren naar wat die corona-tracing-app, die toen een jaar geleden werd geïntroduceerd, wat dat zou doen met de samenleving. En ik was heel erg benieuwd, hoe kijk je daar nu op terug? Wat heeft het gedaan? Ja, volgens mij heeft het helemaal niet zo heel veel gedaan. Ik ken geloof ik 1 iemand die de corona tracing app heeft in mijn omgeving. Hm. Maar voor mijn gevoel wordt die app eigenlijk helemaal niet zoveel gebruikt. Nee, ik geloof dat die 3,4 of 4, nog wat miljoen keer gedownload is. Maar dat waar we het net ook over hadden, ik las dat mensen dan uiteindelijk gewoon zelf bepalen wat ze met zo'n melding doen. Dat het ook heel erg een persoonlijke afweging is. Als jij een beroep hebt waarbij je afhankelijk bent van inkomsten en je krijgt niet doorbetaald. Ja, als je dan amper rond kan komen en je hebt een gezin thuis. Of je moet je huur betalen of... Dan kies je anders. Dan heb je uiteindelijk best wel grote consequenties om te zeggen, nee, ik ga 10 dagen in quarantaine. Ja. Dat kan je dan gewoon niet leiden. En dan leg je al die verantwoordelijkheid bij die persoon zelf. En hoe eerlijk is dat dan eigenlijk? Ja. De nieuwe app gaat dan over ben je wel of niet gevaccineerd. Er zijn ook medici die zeggen van, dat creëert ook weer een nieuwe tweedeling in de maatschappij. Als je overal moet laten zien of je wel of niet gevaccineerd bent. Ik geloof dat er zelfs mensen waren die hadden het over een medische apartheid. Dus dat is ook alweer een een heel extreem voorbeeld dan van polarisering, om het ook zo te noemen dan. Dus volgens mij zijn er echt volop inderdaad verschuivingen aan de gang als je het hebt over die sociale structuren. We hebben nu echt apps die bepalen of je ergens wel of niet naar binnen mag. Zou je nog iets veranderen aan de COVID-pack? Of is die gewoon helemaal af? Tegelijkertijd kwamen we ook met een hackpack. Ja, de hackpack. Wat was dat ook alweer? Dat gaf ons ook de ruimte om hierover na te denken. Wat misschien normaal gesproken bij technologie wat wel afspeelt, maar wat je niet misschien gelijk denkt. Maar omdat dit zo'n simpele vorm is, gaf het ons ook de mogelijkheid om te na te denken over hoe je dit soort dingen kan hacken. Om jezelf los te knippen, zodat je gewoon wel nog thuis kan komen, bijvoorbeeld, of na dat feestje, of weet ik veel. Ja, mooi. Maar ik denk vooral dat het interessant is, omdat hoe gaat het? Ja, we zaten natuurlijk met die corona-app. En hoe gaan mensen die misschien misbruiken, of misschien gaan ze... Hoe gaat dat in zijn werk? Dus daar hebben we ook wat scenario's over bedacht. Ja, hoe zou dat gaan dan nu? Want je hebt dan nu die corona-check-app en hacken. Nou ja, je had het over die QR-code die dan bijvoorbeeld een nep-QR-code. Ja, precies. Ja. Of je neemt dat wat we toen ook hadden gezegd, van misschien neem je wel een andere telefoon mee, weet je wel, dat je kan laten zien van iemand anders of zo, dat je gezond bent. Of, ja, dat gaat eigenlijk ook wel weer dan over vertrouwen, dat in hoeverre vertrouw je mensen dat ze het niet gaan corrumperen of gaan misbruiken. Ja.
is ook wel interessant dat aan de ene kant vertrouwen mensen dus niet, want we willen een heel testsysteem optuigen. Mm-hmm. En aan de andere kant kan je dat dus ook nog weer waarschijnlijk misbruiken. Dus vertrouwen we mensen op een bepaalde manier wel dat ze het systeem wel goed gebruiken. Mm-hmm. Dat vind ik wel een mooie, ja. Een mooie tegenstelling. Ja, ja, zeker inderdaad. Ja. Nou, heel erg bedankt voor het gesprek en ook voor het ontwerp, wat volgens mij nog steeds mega actueel is, om op een wat bredere manier na te denken over de open-up samenleving en de rol van technologie. Dus bedankt. Ja, jij ook. Graag gedaan. Ja.